Corona-versoepelingen een feit, bamboeborden plots verdwenen en zorgpersoneel gezocht bij Procura. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. De horeca in Nederland opende maandag om 12 uur weer haar deuren voor het publiek. Na 10 weken gesloten te zijn geweest door het coronavirus, mochten de deuren nu weer open. Bij Grand Café Hofplein in Leiderdorp was wethouder Willem Joosten de eerste klant. Eigenaar Nico de Bruin had er zin in. Ja, het is lekker dat we weer aan de bak kunnen en het is lekker weer, dus het terras mag straks wel vol lopen. In de afgelopen 10 weken heeft de ondernemer niet stilgezeten. We hebben het terras aardig opgeknapt, binnen hebben we aardig wat dingen gedaan. Je moet jezelf bezighouden natuurlijk, want het is een lange tijd. Precies om 12 uur gingen de deuren open. De eerste klant die op de stoep stond was wethouder Willem Joosten. Bij binnenkomst kreeg de wethouder een vragenlijst die ingevuld moest worden. Moest hij zijn handen desinfecteren en legde Nico uit hoe het bezoek in zijn werk zou gaan. Vervolgens nam wethouder Willem Joosten plaats op het terras en bestelde een cappuccino. Joosten is blij dat de lokale horeca weer open is. Nou ja, ik denk in eerste instantie natuurlijk voor de ondernemers zelf. Heel belangrijk, die echt maanden echt stilgelegen hebben, daar enorm onder te lijden hebben gehad. Maar het is wel heel bizar en heel bijzonder ook om te zien dat als je ook hier vandaag weer binnenkomt, dat ze echt niet stilgezeten hebben. Je kan in zak en as zitten, maar ze hebben eigenlijk alles er denk ik aan gedaan om het weer mogelijk te maken dat we het terras op kunnen. Allemaal weer geïnvesteerd ook in de zaak, allemaal nieuwe spullen opgehangen, allemaal opgeknapt. Allemaal coronaproof gemaakt. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. En het ook heel belangrijk item is natuurlijk het hele sociale gebeuren. Heel veel mensen hebben ook het menselijk contact gemist. Ikzelf natuurlijk ook. Even los van mijn eigen functie, maar ook gewoon in je eigen vrije tijd mis je het gewoon om mensen te ontmoeten. Lekker te gaan zitten waar je wil, een drankje te drinken, koffie te drinken. Dat is ook een heel belangrijk gegeven natuurlijk. Wethouder Willem Joosten koopt vaak lokaal. Maar deed dit tijdens de corona-lockdown ook zichtbaar op social media om anderen bewust te maken van het belang van lokaal kopen. Nou ja, ook gewoon ook om te zeggen, mensen realiseren zich dat niet altijd. Maar er zijn heel veel lokale ondernemers die het eigenlijk, de kleur lokaal zal ik maar even zeggen, die onze eigen maatschappij ook maken. Dat is de bloemenman, de slager, iedereen. Probeer nou gewoon de kleine dingen. En het hoeft echt niet allemaal groot te zijn. Maar als je even denkt, ik moet nog iets hebben. Laat ik het ook gewoon lokaal kopen. En niet gelijk naar internet of dat soort dingen. Maar probeer het gewoon lokaal te doen. Want uiteindelijk is het belangrijk dat ze ook blijven bestaan. Voor de smaak en de kleur en de vrolijkheid van het dorp. Al snel was het gezellig druk op het terras. Ja, we hebben het gemist. Want wij deden elk weekend deden wij wel wat. Soms ook door de weeks. Dus we hebben het wel gemist. Dus we zijn blij dat we weer konden vandaag. En omdat het een extra feestelijke dag is, bestelde Sylvia ook slagroom bij haar appelgebak. Is eigenlijk niet goed, maar ik doe het toch om te vieren. De bamboeborden in het centrum van Voorschoten zijn vervangen vanwege het wijzigen van de verkeersregels. Dat laat de gemeente weten aan Unity.nu. Voorschotens raadslid Marleen Persoon hoorde vol verbazing van een inwoner dat de duurdere, maar ook duurzamere bamboeborden die anderhalf jaar geleden geplaatst werden, plotseling verdwenen waren. Ruim een jaar geleden verschenen ze ineens in het centrum van Voorschoten. De bamboe verkeersborden. Een duurzaam alternatief op de aluminiumborden, dacht de gemeente. Maar Marleen Persoon van Voorschoten Lokaal had haar vraagtekens. Toen stonden we hier voor het feit dat ik me druk maakte over dat de duurzaamheid zogenaamd werd ingevuld met bamboeborden. Terwijl er nog goede borden die hier stonden vervangen werden. Vond ik heel vervelend. En nu heb ik gehoord van een inwoner die mij tipte van, hey Marleen, weet je dat de bamboeborden weer weg zijn? Dus ja, wat vind ik daarvan? Raar. De bamboeborden zijn dus ineens weer vervangen door aluminiumborden. En dat roept nog meer vragen op. Waarom? Waarom zijn er weer nieuwe aluminiumborden teruggekomen voor de bamboeborden? Waar zijn de bamboeborden gebleven? De vraag die me ook opkomt is van, wat doen we allemaal met ons geld? Waar betalen we dit allemaal van? Volgens Persoon is de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de plots verdwenen borden. Ik heb het ook gewoon echt maar vernomen van een inwoner. Ik ben met de taskforce gaan praten. Dat is een heel actief clubje hier in het centrum. En die zeiden, wij stonden er ook paf van. Wij wisten het niet. En we hadden het ook niet gehoord. Wij hadden ook ineens gezien dat er gewoon weer andere aluminiumborden hingen. Kijk, ik weet dat het college zelf beslissingen mag maken. Maar weet je wat het is? Een beetje communicatie of een berichtje naar de raad zou ook heel erg netjes zijn. Naar verwachting komt de gemeente woensdag met de reactie.
De gemeente laat dus weten dat de bamboeborden in een depot liggen door de gewijzigde verkeersregels. Niet alleen de horeca mocht vanaf 1 juni weer open, ook bioscopen mogen weer aan de slag. In het begin van de coronacrisis gingen we al langs bij het Trianon in Leiden, toen ze net dicht moesten. Na ruim 2 maanden mogen de hekken eindelijk weer open. Heerlijk natuurlijk. Wij zijn niet op aarde om gesloten bioscoop te hebben. Wij zijn op aarde om, films te vertonen, om mensen te vermaken natuurlijk. Dus dat is fantastisch om onze gasten weer te verwelkomen en onze collega's weer te zien. Dat is, hebben we heel erg naar uitgekeken en dat het nu zover is, dat is fantastisch. De bioscoop mag dan wel weer gasten ontvangen, maar die moeten zich wel aan de maatregelen houden. Een aantal maatregelen genomen. In de zaal hebben we blokjes gemaakt waar mensen kunnen zitten. En die blokjes zijn in onderlinge afstand allemaal 1,5 meter afstand van elkaar. Daarbij gaan we uiteraard ook nooit over de 30, maximaal 30 personen heen. We hebben looprichtingen, looproutes ingepland in de verschillende bioscopen. Helaas kunnen we niet meer blijven zitten, dus naborrelen. Dat is ook een van de maatregelen. We hebben overal plexiglas opgehangen om mijn collega's, maar ook de bezoekers te beschermen. Op het moment dat het niet per se 1,5 meter kan zijn. En natuurlijk hebben we overal desinfecterende middelen staan. Na ieder bezoek worden de stoelen gedesinfecteerd. Dat zijn natuurlijk dingen die we steeds doen. Ja. Bijna alles loopt dus net iets anders dan normaal. Maar aan het schema van de films daarentegen verandert niet zoveel. Het enige wat we hebben aangepast is dat we helaas voorlopig in ieder geval geen pauzes houden. Om echt te voorkomen dat de bezoekers van één zaal in contact komen met de bezoekers van een andere zaal. Dus dat je toch ineens onverhoopt met een hele hoop mensen in de foyer staat bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat is anders in het Trianon. En verder is er natuurlijk het feit dat we in het Trianon mensen uitnodigen om te blijven zitten en koffie te blijven drinken. Dat zijn ook dingen die nu helaas vooralsnog even niet gaan. De bioscopen ontvangen dus weer bezoekers. Wel wordt er verzocht om de kaarten voor de films online te reserveren. De kinderboerderij in Voorschoten is donderdag weer open gegaan. Ik kijk er heel erg naar uit, maar ik vind het wel een beetje spannend, vertelde beheerder Sandy Stijn. De kinderboerderij heeft bewust gewacht met het opengaan tot na de feestdagen. Ook na die feestdagen werd er door de kinderboerderij Voorschoten even gewacht. Ze wilden zien hoe mensen reageerden op de bewegingsvrijheid. De spanning om de drukte blijft. De beheerder wil namelijk niet dat iedereen tegelijkertijd naar de kinderboerderij komt. Toch hebben zij de knoop doorgehakt. Donderdagmiddag om 12 uur gingen de hekken voor de eerste bezoekers open. Ik heb daar heel erg zin in en ik denk hij ook. We doen altijd eerst even een kopje koffie drinken en dan gaan we daarna gaan we naar de een beetje rondlopen naar de de beestjes kijken, Chris. Ja, en het is nu wel lekker dat je nu weer zo'n beetje overal naartoe kan. Dus prima. Het is alleen jammer dat er nu een beetje het weer tegen zit. De kinderboerderij is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 12 en 4 open. In het weekend is de boerderij dus dicht. De coronacrisis was een rare periode, ook voor Procura Leiderdorp. De thuiszorginstelling verwachtte veel vraag om zorg vanwege het virus, maar ontving juist veel afzeggingen. Nu aan het einde van de crisis komt de vraag ineens wel en komen ze dus handen tekort. De coronatijd is voor ons eigenlijk een hele rare tijd geweest. Met name stressvol voor de verwachting van het hoge aantal cliënten wat wij in zorg zouden krijgen. En die is gewoon niet gekomen. Dus we hebben best veel stress, ook weer de medewerkers eraan ervaren van nou moeten we zo meteen een heleboel klanten niet zien omdat we onze ruimte moeten maken voor mensen met corona. En dat is gewoon niet gebeurd. Het tekort aan personeel speelt al langer. Maar nu de vraag om zorg weer oploopt, zijn zij nog harder op zoek. Ja, het is eigenlijk een heel bijzonder verhaal, want voor de coronatijd hadden we personeelstekort. En toen dachten we van nou wordt het coronatijd en dan krijgen we heel veel mensen in zorg. We hebben er trouwens maar 2 gehad bij Procura mensen met corona. En toen hebben dus veel mensen hun zorg afgezegd, omdat ze zo min mogelijk contacten in hun huizen wilden hebben. En nu is iedereen weer in zorg en nu merken we weer dat we personeelstekort hebben. En dan is onze vraag met name verpleegkundige niveau 4, maar alle verzorgende niveau 3 die zeggen van nou ik wil graag ook in de wijk aan de slag en ik wil misschien wel doorgroeien naar groep 4, naar niveau 4. Van harte welkom en schrijf het naar info@procura.nl of kijk naar de website, daar kan je de huidige vacatures ook vinden. Het personeelstekort is een probleem waar ze nu tegenaan lopen. Maar er moet ook naar de toekomst gekeken worden. Hoe wij als naar de toekomst kijken als organisatie. We zijn een middelgrote thuiszorgorganisatie. Ongeveer 100 mensen in loondienst en iets van 350 klanten. En eigenlijk willen we dat zo proberen te houden. En dat is best moeilijk, want we zijn in 5 jaar tijd verdubbeld qua aantal klanten en medewerkers.
Maar we gaan daar toch echt naar streven omdat we op deze manier de menselijke maat en de persoonlijke maat neer kunnen zetten. En dan hebben we natuurlijk nog de Unity.nu poll. Iedere week willen we jouw mening weten over zaken uit onze regio. In de poll van afgelopen week vroegen we je: gemeenten moeten er alles aan doen om de zomer te laten slagen voor horeca en retail. 20% zegt ja, ik zie dat de gemeente zich het lot aantrekt van ondernemers. 22% zegt ja, zo kan iedereen toch nog wat verdienen. Nee, het is geen taak voor de gemeente, zegt 10%. En maar liefst 45% zegt nee, zolang het virus onder ons is, moeten we het niet te druk maken. De poll voor aankomende week is: vanaf 15 juni mogen we weer reizen binnen de Europese Unie. Ga jij op vakantie? Stem mee op onze site unity.nu of stuur een video op waarin jij jouw mening geeft. Het kan via social media of naar redactie@unity.nu. Tot over het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een heel fijn weekend.